We zitten in het laatste blokje alweer, Marjan. En daarin vraag ik altijd van, waarom heb je deze nummer gekozen? Kun je daar iets over zeggen? Jawel, ik ben heel amuzikaal. En de nummers die ik gekozen heb, die geven of rust of daar heb ik gewoon een bepaald gevoel bij. Mm-hmm. Maar op de lagere school was het bij mij al zo dat ik niet mee mocht zingen. Want dat was een ontzettende stoorzender en dat is het nu nog steeds. Dus ik ga ook nooit naar concerten of naar dat soort dingen. Dat is aan mij niet besteed. Ik vind iets mooi of ik vind het niet mooi. Het raakt me of het raakt me niet. Maar ik heb niet het gevoel wat andere mensen echt bij muziek hebben. Luister jij wel naar muziek op de radio? Nee, niet zo heel veel. Nee. Ik heb bepaalde cd's in de auto zitten met een SD-kaart. En daar luister ik graag naar. Maar dat is dan de muziek wat mij dan pakt. Maar verder nooit naar echt muziekradio's op radio's. Nee. En wat voor muziek is dat dan in de auto? Ja, die rustgevende muziek ook. Wat die hier van verschillende, ja, dat soort dingen. En daar voel ik me prima bij. Nou heb je wel die Arnd Stein met Brain and Balance. Dat is de muziek die jullie draaien in jullie zoutkamer. Ja, dat klopt. En dat is ook muziek wat ook vanuit Duitsland komt. Ook bij de fabrikant vandaan. Dat hoort er ook bij, dat, ja. in het pakket. Ja, dat zit ook gewoon bij het pakket. En we hebben het dan wel iets uitgebreid dat je niet constant dezelfde nummers hebt. Mm-hmm. Maar het is wel de hele zachte, rustgevende muziek die je op de achtergrond hebt. En waar mensen heel, heel makkelijk bij ontspannen en in slaap vallen. En dat is ook juist hetgeen wat we willen. Want hoe meer ontspannen je bent, hoe dieper het in de longen kan doordringen. Ja, nou maakten ze mij wel wakker, want ik ging snurken. Maar goed, muziek is dus niet voor jou weggelegd. Jij hebt dan ook geen LP's of CD's gekocht of zo? Nee, daar heb ik nooit geld aan besteed. Ik ben meer bezig geweest met sport en dat soort dingen. Dat heb ik altijd wel heel graag gedaan, maar aan muziek is niet besteed geweest. En jij kijkt ook niet naar muziekuitvoeringen op tv of wel naar André Rieu? Ja, André Rieu, die willen we nog wel graag zien op tv. En ook wat je met de nieuwjaarsconcerten hebt en dat soort dingen. Dat zijn altijd wel mooie, voor mij dan mooie dingen. Maar ik ga verder nooit naar muziekprogramma's luisteren of eens kijken. Nou, hoe je het went of keert. Je hebt natuurlijk wel een mooie lijst vanavond. Dus daar hebben we wel van kunnen genieten. Dank je wel daarvoor. En de bedoeling is natuurlijk wel dat we al onze gesprekjes afwisselen met muziek. En dat is dus goed gekomen. Fijn. Hoe gaat het verder nou straks met de zoutkamer? Je gaat meer aandacht geven aan de zorgverzekeraar, zorgen dat het erin komt. Dat is eigenlijk de toekomst. Ja, dat willen we wel. Dat is ons doel om verder in die zorgverzekering te komen. En het uiteindelijke doel is ooit nog een keer de basisverzekering. Maar dat zijn nog wel verschillende stappen die we mogen doen. En het eerste is weer om te zorgen dat we bij de aanvullende verzekering komen. Ik help het je hopen en ik wens jou heel veel succes met deze kruistocht. Want zo voel ik dat toch al een beetje. Maar als de resultaten goed zijn, dan komt het vanzelf. Dankjewel. Dankjewel Marjan dat je hier gast wilde zijn. En dat je ons over dit toch wel heel bijzonder product hebt willen vertellen. Graag gedaan. Ook bedankt aan Adrie voor de techniek vanavond. Volgende week dan geniet ik van een short break in Duitsland. Iets voorbij het coronagebied. Daar ga ik lekker een weekje golven en naar de beentjes van Sint-Hildegard kijken. En de week daar, dan herhalen we de uitzending met Sjirk Bijma. En de week erop, dan is mijn gast op 18 maart Lucas Noldus van Noldus Information Technology BV uit Wageningen. Hij is tevens bijzonder hoogleraar Behavioral Sciences aan de WUG. En hij is daarnaast winnaar Food Valley ICT Crossover Award. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.